schijnt een fel licht aan de horizon. Het komt uit het Abel-Lenstra-stadion. Hier strijden de mannen. Ik ben Jan Wiensma en ik ben al 24 jaar festiveur van Sportclub Heerenveen. Mijn hart. Ja, en voetbal natuurlijk, dat is mijn hobby en ik mag graag rijden. Nou, dus dat is natuurlijk een supermooie combinatie. Die chauffeur die er toen die wilde me stoppen en toen zeiden ze, nou, dat niks voor jou. Ik zei, dat lijkt me hartstikke leuk, ik ben al lang langs de potten van Heerenveen. Dus ja, nou ben ik al meer dan 24 jaar chauffeur van de club. Dus ik begon in 1991, waar nu weer natuurlijk Erik Rechtop, Tammer en Gerry Schaap, die jongen hebben nog in trein nodig, hebben naar de bekerfinale spelen. Maar Kamataro zit er toen nog bij. En ja, staan er natuurlijk letter Ruud van Nistelrooy, Thomasson, daar zijn Huntelaar natuurlijk. We willen je vandaag een attentie geven en bedanken voor het feit dat jij al 25 jaar met veel passie en veel plezier op de spelersbus van Heerenveen rijdt. Dus, dankjewel. Voor jou. Maar als we het dan houden trainers, ik weet dan bijgelijks Gert-Jan van Beek, een man die mijn oren of wat mooi bemoeien kan. Heer Erik, wel eens wat mooi beleven? Ja, Gert-Jan, ja, die wil hem ook allemaal bemoeien. Onderwijs, ik wil eens een keer dat ze op een gegeven moment zeiden, nou, waarom ga je hier langs? Nou, ik zei dat dit de kortste weg is. Hij zei, wel nee, je had daar langs moeten. Nou, ik zei, ik bemoei niet met nieuw werk, met jouw werk, dus kleer. Nou? Dus, maar wie de vierde weet ik wel mijn kleer. Maar dat is Gert-Jan, die wil alles, ja, dat wist wel, zei hij. Maar vierde, maar FOP en zo, zo'n man, maar die had, ja, ik heb mezelf wel een trainer zo natuurlijk. Op Tronsaluut. Ik ben altijd positief, dus nou, zien we mij. Nou, en prima toch? Dan neem ik aan dat het goed is.